Het zijn niet twee zoutpilaren waar ik als frisvintje doorheen rattel. Want zou je kunnen zeggen, ja, jullie noemen View to a Kill, of zeg ik dat even? Ja. Ja, waar Grace Jones in speelt. Ja. De componist, de grote componist, John Barry, die schreef veel de titelmuziek. Zou je kunnen zeggen dat jullie de John Barry's zijn, en zij de Duran Duran, die de titelsong hebben verteld? Ja, dat moet jij maar zeggen. Dat zou ik niet zeggen. Nee, wat zou je wel zeggen? Nou, ik zou er niet eens opkomen. Wij maken gewoon audiofilmpjes. En de Come to the Ball is een audiomovie. Dus je luistert en als je je ogen dicht doet, kan jij echt wel bedenken wat er gebeurt. En dat is niet meer als dat. Maar stel dat je inderdaad, even met het uitgangspunt, een film zou moeten maken. Of je zou de cd vertalen naar een film. Zou het dan ook een James Bond film zijn? Of is het net iets meer dan dat? Of dat nummer wel, maar de rest... Ik denk vooral deze song, ja, omdat die zo gemaakt is. En dat is fascinerend van eigenlijk alle James Bond films. De eerste 4,5 minuut, de combinatie van de titelsong met de rollende tekst over je beeld en de visuals die daarin zitten, die met name in de tijd dat Roger Moore de rol speelde, erg veel de sfeer hadden van de cover van het album wat Marlies Dekkers ontworpen heeft, zo'n vrouwensilhouet. Dus dat klopt allemaal wel, dat ene ding. Dat is een James Bond-achtige sfeer, ja. Maar in wat voor vocabulaire communiceren jullie nu naar elkaar? Als jullie een idee voor een nummer hebben en je wil een sfeer uitleggen, spreken jullie dan in visuele taal, bij wijze van spreken? Wij leggen elkaar niks uit. Ik schrijf een tekst en die gaat gewoon in the blind, gaat die door. En daar gebeurt iets mee. Want bemoeien jullie met elkaar veel op dat gebied? Of ieder zijn ding en dan laat hij vertrouwen doen? Ja, ieder zijn ding, ja. Want hoe is het dan voor jou om tussen zo'n duo te komen waar eigenlijk alles al zo uitgekristalliseerd is, om als nieuwe frisse wind daar doorheen te waaien? Vond je dat lastig? Nou, ik weet niet of het... Nou, of het zijn niet twee zoutpilaren waar ik als fris windje doorheen rattel. Ik bedoel, ze hebben wel heel hun manier van schrijven, maar dat betekent niet dat het daarna in steen geschreven staat. Dan gebeurt er nog steeds bij elke muzikant die erbij komt, bij elk stukje dat je mee ontwikkelt, evolueert het nog wel. Alleen de basis is tekst, muziek, niet samen vreubelen totdat er een idee ontstaat. Nee, allebei een eigen idee en dat past op een bepaalde manier. En dan kom ik erbij en ik krijg dat en ben dan zo eigenwijs om dat op te vreten en te zeggen, oké, en nu, ik zie het zo en dan zegt Ferdi iets minder. Of meen je dat nou? Nou, en dan nog een keer. Want hoe, kun jij een blauwdruk beschrijven van een nummer als Ferdi het maakt? Wat hoor je dan of wat hoor je vooral niet nog? Hoe ver zijn ze al af? Nou, de basisakkoorden liggen er. Een melodielijn staat toch al echt, ligt er al vrij. Dan gaan we kijken of het voor mij de goede key is. Dan kunnen we daar, kan nog wat in gevarieerd worden. En ik zing anders dan Ferdi. Ferdi heeft het vaak al ingezongen en als ik het dan zing is het iets heel anders. Maar wel rondom de rode lijn die al staat. Het zijn drie elementen eigenlijk. Het is tekst, muziek en interpretatie. En die drie dingen maken samen tot wat je uiteindelijk hoort. Want je hebt nu inderdaad met band en andere muzici. Wanneer is het voor jou dan klaar? Wanneer denk je van nou... Ja, dat is een lastige vraag. Want het is eigenlijk nooit klaar. Dus er moet een moment komen dat je zegt, oké, nou stop ik. En dat vind ik het allermoeilijkst. En ik zal je zeggen, bij Sex & Jazz hebben wij de oorspronkelijke album voor de helft opnieuw gemaakt. En dat is de tweede versie. En omdat je dat dan vindt dat je dat moet doen. En bij dit album gaat dat niet gebeuren, maar ik denk dat dit wel, dit hele, nou ja, ik weet niet, maar dit hele ding klopt wel. Maar het moment om te zeggen, oké, nou is het klaar, ja, dat is lastig. Iemand moet dat zeggen. Of besluiten. En of hij of ik moet dat doen. Het is heel, nou, moeilijk. Ja.